Dit is een bespreking van het tweede stukje van paragraaf 14 van Apurva Condita, boek 30. In het voorafgaande hebben we gezien dat Scipio bedenkingen heeft bij het overhaaste huwelijk van Massinissa met Syphax' vrouw Sophoniba. En in het begin van deze tekst zullen we zien dat Massinissa en Laelius, de second in command van Scipio, dat die nu bij Scipio aankomen. Haik slaat op de gedachte van Scipio in het onmiddellijk voorafgaande. Secum is het voorzetsel cum met C, bij zichzelf, samen met zichzelf. Volutanti, volutare is overdenken. Dus inderdaad, ibis aan hem, dat is dus Scipio, terwijl hij deze dingen bij zichzelf overdacht. Bij hem kwamen opdagen, supervenerunt, en dan heb ik de twee onderwerpen overgeslagen, Laelius ac Massinissa, Laelius en Massinissa. Dus Scipio is over dat huwelijk van Massinissa aan het nadenken en zie daar, daar komen ze met z'n tweeën aanzetten. Quos slaat op Laelius en Massinissa, die twee. Cum excipisset, toen hij ontvangen had, die twee. Gelijkelijk allebei, zowel met een vriendelijk gezicht als met uitstekende, met buitengewone lofprijzingen, had hij, toen hij die twee dus ontvangen had, met een vriendelijk gezicht en met uitgebreide loftuitingen, frequenti praetorio, in zijn hoofdkwartier dat heel erg druk was, dat heel erg vol was. Dus hij prijst beiden uitgebreid voor het gezicht van iedereen die in die veldheerstent, in dat praetorium is. Dus toen hij dat gedaan had, toen sprak hij toe, presens historicum, als volgt, sic, Massinissa sprak hij als volgt toe, abductum, congrueerd met Massinissam, weggevoerd zijnde naar een afgezonderde plek. Secretum is een afgezonderde plaats. Het Engelse secret komt er uiteraard vandaan. Dus hij neemt Massinissa apart, Scipio, en zegt tegen hem het volgende. Aliqua. Aliqua, dat is kennelijk het belangrijkste begrip hier, en dat congrueert met bona. Bepaalde goede eigenschappen, denk ik, Massinissa. Te venisse, dat jij gekomen bent. En dan, ik denk dat jij gekomen bent, Massinissa, intuentem, congrueerd met te, ziende, intueri is een deponens wat zien betekende, ziende in mij. En dan dat, die twee woorden, aliqua bona, die zijn dus leidend voorwerp van intuentem. Dus in een normalere volgorde, omdat je zag in mij bepaalde goede eigenschappen. Massinissa, denk ik, Tevinisse, ACI, dat jij gekomen bent. Dat jij zowel gekomen bent als hebt toevertrouwd. Dat is dus de hoofdstructuur. Existimo, ik denk, en dan twee keer een ACI, dat jij gekomen bent. Dat jij niet alleen gekomen bent, maar ook gesteld hebt, toevertrouwd hebt. Goed, dan terug naar de details. Ik denk dat jij gekomen bent. Principio in het begin in Spanje om naar vriendschap gesloten moeten worden met mij, om met mij vriendschap te sluiten, gerundivum constructie, dat je in het begin in Spanje gekomen bent om met mij vriendschap te sluiten. En ik denk dat je ook later in Afrika jezelf hebt toevertrouwd. Jezelf hebt toevertrouwd en de verwachtingen, alle verwachtingen, al jouw verwachtingen hebt toevertrouwd in fidem naar de bescherming, naar mijn bescherming. Dus dat je jezelf, je eigen leven, je eigen persoon en al je verwachtingen bij mij in bescherming hebt gesteld. Met andere woorden, Scipio zegt tegen Massinissa, wij gaan toch alweer een tijdje terug. Hè? Jij vertrouwt mij, ik vertrouw jou. Adqui. Nu dan, hè, betekent dat ongeveer, maar nulla virtus, geen enkele deugd, geen enkele kwaliteit, is er
qua gloriatus fuerim. Er is geen enkele deugd, virtus, kwaliteit, waarop ik me zou kunnen beroemen. Gloriatus fuerim, dat is een conjunctivus van mogelijkheid, waarop ik me zou kunnen beroemen. Dit is de hoofdstructuur. Maar toch, ad qui, geen enkele deugd van die deugden vanwege de welke. Dat staat er ongeveer. Er is geen enkele deugd van die deugden waarvoor ik kennelijk schijn aan jou nastrevenswaardig. Dus van die deugden die op jou zo'n aantrekkingskracht uitoefende, daar is er geen enkele van waarop ik mij zou kunnen beschouwen. Ik, dat staat ook nog een keer daar. Evenzeer als, ak betekent meestal en, maar na aikwe betekent het evenzeer als. Dus er is geen enkele deugd van al die deugden die jou aantrokken in mij, is er geen enkele waarop ik me evenzeer zou kunnen beroemen als op temperantia, mijn matiging en mijn zelfbeheersing van lusten, staat er letterlijk. Dit is natuurlijk de inleiding van een aansporing die Scipio aan Massinissa gaat doen. Als ik me kan inhouden als het krijgsgevangen vrouwen betreft, dan kun jij dat ook. Want dat is toch met name de deugd waardoor jij zo tot mij je aangetrokken voelde.